Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag weer een build battle. Jullie zagen het echt, ik joined net in en ik kreeg de opdracht, bouw een zombie. Nou, dan gaan we een zombie bouwen. Even kijken, we beginnen met even kijken een zombie neer te plaatsen natuurlijk. Want dan kan ik een beetje zien hoe die er ook weer uitziet. Nou, dan pakken we een zombie. Nou, zo ziet de zombie eruit. Ik zet trouwens mijn geluid op dit moment wel lekker hard aan. Oké, nou, we beginnen met grijze schoenen. Dus we pakken grey. Grijs bedoel ik. Oh ja, dat is met A. Nou pakken we deze twee kleurtjes. Pakken we blue. Pakken we die. En die. En natuurlijk green. Pakken we die. Oké. Here we go. We beginnen met de schoenen. 1, 2, 3, 4. Mooi. Nou, 5, 6. Laten we zeggen 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pakken we de blauwe broek. Nou, die doen we gewoon lekker hoog. Zoiets. I don't know. We zullen daar wel even gaan kijken of de verhoudingen een klein beetje kloppen. Weet je wat ik hier heel graag had gehad? World edit. Dat zou zo chill zijn als je hier gewoon kon world editen. Oh, dan kon je zoveel meer dingen en zoveel sneller al die dingen maken. Maar ja, dat hebben we op dit moment niet. Dus op dit moment moeten we alles helemaal met de hand gaan maken. Zo, zo, zo. Dan komt hier zo de draai. Ik ben wel heel benieuwd wat ze van mijn zombie gaan vinden. Ik vind altijd mijn zombies best wel mooi. Maar het is misschien ook wel een gedeelte eigen dunk. Wie weet. Pakken we natuurlijk groen. Want het zombiehoofd moet erop. Even kijken. Zombiehoofd zit tot op de schouders. Nou, die schouders zijn twee breed zo meteen. Of zitten die... Hier? Wacht even. Die schouders? Nee, die moeten er nog dadelijk aan. Nou, dan doen we het gewoon volledig groot. Dan krijg je een groot hoofd zombie. Normaal gesproken krijg je een iets kleiner hoofd, maar vandaag ben je de lucky master of hoe je dat ook wilt noemen. En vandaag krijg je dus lekker een groot hoofd. Oh yeah. Kijk hoe vet hoofd je krijgt. Ik vind het hoofd nu al geniaal. En dan doen we zo. Op. Beetje op SpongeBob zo. Nou, dat maken we even zo. Weet je, we doen er gewoon een grijze wol in. Nou, dat ziet trouwens niet uit. Oh, ik heb trouwens wel een idee. Maken we hele grote ogen. En dan maken we hier zo die mond. Dat is wel echt epic. En dan doen we zwarte en witwol daarvoor gebruiken. Doen we even kijken. Witwol, zwartwol. En wat ik dan eigenlijk wou doen is gewoon letterlijk even zo scheel kijken de zombie. Kijk, één oog kijkt zo. En de andere kijkt... Zo. Een blije zombie wordt het gewoon. Oké, nou, dan doen we lichtblauw. 1, 2, 1, 2. Pakken we groen erbij. Dan doen we even zo. Dit ziet net iets leuker uit. Toch? Ja. En doen we hier ook. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 of zoiets. En dan gaan we hier weer een zombie armpje maken. Nice. Kijk, en dit komt zo allemaal precies op tijd klaar, zoals jullie kunnen zien. Kijk, en zo heb je een hele mooie zombie. Natuurlijk de bedoeling dat ze wel van de juiste kant gaan kijken. Dus wat ik even doe, is hier de easy kant een beetje dicht maken. Want anders heb je geen hele mooie zombie. Tada! Ik vind hem trouwens wel echt vet hoor. En dan wil ik eigenlijk die. Wil ik despawnen. Waardoor ze eigenlijk niet eens kunnen zien dat ik. Nee, dit ziet niet uit. We doen het echt zo. Misschien dat we nog wel een laagje erop kunnen doen. Maar dan moet ik heel snel zijn. Ja, kijk, zo ziet hij er perfect uit. Ik vind hem echt nice. Hij is goed gelukt. Ik ben benieuwd wat andere mensen van deze zombie vinden. Ik kan hem even de verkeerde kant opgebouwd.
Maar ja, ach, we beginnen bij mijn ding. Ah nee, dat dacht ik even. Een okie voor Diamond. Een leuke zombie, maar ja, ik weet niet. Het lijkt niet echt op een zombie, laat ik het zo zeggen. Niet op de Minecraft zombie. Oké, jij krijgt van mij deze. Want jij bent gewoon een houten aap. Meer ben je niet. Oké, volgende. Even kijken. En dit is wel een beetje een overdreven dikke zombie. Maar ik geef hem nog een... Een okje. Ja, vooruit. Kijk voor mij een okje. Hij is ok. En dan hebben we hier er eentje... Oh, ja, deze is wel leuk. Ik vind deze een koetje. Het is echt nice gemaakt al. Maar ik mis nog heel veel, hoor. Nou, die... hoofd staat een beetje scheef. Maar een okje. Het is een zombie. Jij tussen de benen door. Daar pas ik gewoon doorheen. Nou, volgende zombie. Holy damn. Nou, deze zombie was niet af. Dus geef hem een okje. Of moet op een alien lijken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. I don't know. Maar ik geef hem een okje. Aan deze kant kijken, jongens. Aan deze kant is het te beleven. Dit is echt wel legendary, jongens. Kijk, hij heeft legendary vast. Jou vind ik aardig, Blue Dragon. Wat hebben we hier? Oh, een okje. Hele mooie armen die hier zo zitten. Een beetje op verkeerde plaats, maar oké, een okje. En dan hebben we hier nog eentje. Wat is dit? Is dit de nieuwe disco zombie of zo? De nieuwe mode? Zou het zijn als ze zo'n zombies hadden in Minecraft? Allemaal zo'n hip broekje aan. En deze die vind ik op zich ook wel vet. Deze van mij krijgt wel een koetje. Maar ik ben echt wel zo iemand, ik hou wel van de juiste kleuren. En een zombie namaken op Minecraft is niet zo heel moeilijk. En ik heb een mooie tweede plaats gehaald. Voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.